beste JC's, welkom. De tweede presidential vlog is in feite niet vanuit mijn kot binnenin, want daar is het veel te warm, maar weliswaar in mijn achtertuin in het fantastische Wommegem. Voor de mensen die dat niet kennen, dat ligt naast Wijnegem, wereldberoemd door het Wijnegem Shopping Center, waar wij gekend zijn door het rondpunt van Wommegem. Minder leuk voor de meeste mensen. En vlakbij de stad Antwerpen. Dus als je ziet, net zoals bij jullie ongetwijfeld, fantastisch weer. Wat niet wil zeggen dat JCI Vlaanderen stil ligt. Meer dan ooit zijn we zeer actief bezig met toch wel zeer belangrijk moment volgende week. Zaterdag, Dag van de Verantwoordelijke. In primeur, breaking news voor jullie. Dat gaat door. Fantastisch nieuws. We hebben ook een goedkeuring gekregen van House to Be. Weliswaar zal het geen grote editie zijn zoals vorig jaar. Maar we gaan ons limiteren op x aantal deelnemers. Iedereen die aangaf van ja, we twijfelen misschien toch wel om mee te doen. Die zijn nu gecontacteerd, die zijn we allemaal aan het verwerken. En we gaan er toch wel een topeditie van maken, mits alle voorschriften zo coronaproof mogelijk aan 200%. Dat is boodschap 1 dat ik voor jullie heb. 2. Afgelopen maanden heeft het TIF-team onder leiding van TIF-director Evelien samen met Roy en Katrien de Eerste Roundtable georganiseerd voor de JCI-trainers. Om te kijken waar gaat JCI naartoe met TIF, met zijn trainingen, wat moet er gaan bijkomen, wat kan anders, wat kan beter. We hadden al een fantastische sessie, waarvoor dank Evelien en team. Volgende week is de editie 2 en ik kijk ernaar uit dat jullie er hopelijk ook kunnen aanwezig zijn als je JCI-trainer bent. Of die ambitie hebt, weet en noteer al in je agenda. Einde september is er ook een fameus trainerweekend, de echte kick-off van het TIF-jaar. Dan, aansluitend, geef ik jullie ook graag mee dat we hard aan het werken zijn voor de AV 18 september, die in het Leuvense zal doorgaan. Wij zijn daar met een paar partijen in gesprek om ook weer al daar 100% corona-proof een fysiek event te kunnen gaan doen. Dus we houden jullie daar ook van op de hoogte. Aanvullend, Dag van de Verantwoordelijke niet te vergeten, zijn we zelfs aan het kijken waar dat we een mogelijke training ook digitaal kunnen streamen. Daar zijn we ook met partners nog over in gesprek. Daar worden jullie ook over geïnformeerd. On that note, beste vrienden, korte presidential vlog, maar jullie zijn volledig mee op de hoogte. Als er vragen zijn, je kan bij mij terecht, je kan bij de volledige raad van bestuur terecht. En ik hoop, wie zich ingeschreven heeft, om jullie volgende week een keer nog eens in het echt te zien. Dat zou fantastisch zijn. En als er toch nog zaken zijn, laat het ons gerust weten. We houden jullie allemaal mee in de gaten. Start gerust op. Als er dingen zijn, wij zijn er voor jullie. En on that note, geniet nog van jullie avond. En tot de volgende presidential vlog. Bye bye.